Aulis Akunyemi. Dit zijn de deelnemers. De Finn Akunyemi. Erik de Bruin, de jongste, de lichte. 21 jaar. Alessandro André. Bij disverwerpen, goed voor de negende plaats. Dit is André, de Italiaan. De enige die de Amerikanen kan bedreigen. Talhem van Zweden. Dave Lout, USA. Dave Lout, ijzersterk. Dit jaar 21 meter 64. Wiel van Chili. Marco Montelatici, Italy. Montelatici van Italië. 2059 dit jaar. Canada. Dolijevich uit Canada. Kon zich nog net kwalificeren. Wolf, goed voor 21-73. Michael Carter, USA. Carter, 21-76. Dat zijn de jongens. Gunther, Zwitserland. De Zwitser Gunther, 20-80. Carsten Stoll, Federal Republic of Germany. En Stoll van West-Duitsland, die ongeveer even sterk is als Erik de Bruin. Erik die een Nederlands record heeft staan van 20 meter 20. En hier met de 9e of 10e plaats dik en dik tevreden zal zijn. Nou, bij het hoogspringen komt nu een toch opvallende verschijning. Voor de... Eerste kogelstoter. Ja, van Akunyemi. Onder de 20 meter. Hoi. We zien hem hier nogmaals. En Stones straks bij het hoogspringen. En de Bruin bij het kogelstoten. Maar mag gaan nemen dat Stones voorkeur krijgt. Hier hebben we hem, de Italiaan. Is dit jaar heel sterk omhoog gekomen bij het kogelstoten. Tot 21 meter 50. En hij is een zeer gevaarlijke outsider. Net al min of meer getipt. Als kanshebber. Hij maakt het hier waar met 20 meter en 70 en 97 centimeter. Voorlopig eerste. Andy Spots of the British team. Maintenant, l'équipe de... Scoreboards A and D show the current progress in the high jump. Jumping at 2 meters 31, 7-7. Hier wel 400 meter voor mannen. Canadees Dolijevich speelt geen rol. Met kogelstoten. 18 metertjes. Houd het wel op. En we stellen vast dat die 4x4 voortreffelijke tijden zijn gelopen. Nog nooit is er zo'n sterke 4x4 geweest. Waar ook de wereld bij Olympische Spelen of ook niet bij het wereldkampioenschap vorig jaar. René Valjean, équipe de Winners of the Silver Medals, the team from Great Britain. The final results of the women's 1500 meters now shown on scoreboards A and D. Résultat de la finale du 1500 mètres femmes au tableau des qualifs. Dave Lout. Hij is een tweede poging. Hij heeft 20 meter 12 staan. Hij heeft de draaitechniek. En komt niet veel verder. Integendeel, maar net boven de 18 meter. Typisch die Amerikaanse krachtfiguren die nu niet sterk zijn. En men zegt dat het te maken heeft met het feit dat ze enkele maanden geleden of misschien wat later gestopt zijn met het gebruik van versterkende middelen. Al dan niet middelen die verboden zijn. 18 meter 39 voor Lout. Ver onder zijn niveau.
Ja, daar staat hij. 1965 met zijn eerste poging. 2020 is het Nederlands record. Dat stoot hij in Hengelo op 6 juli. Het is nu een maand later. En het is niet verder. Ongeldig. En ongeldig. Kijk, heel kwaad. Maar hij stoot 21-26 in zijn derde poging. In een wedstrijd waarin de Nederlander Erik de Bruin als achtste is geëindigd. Een goed resultaat. Een beetje in de stijl van Stalman, die Olympisch kampioen werd met meer dan 65 meter. Belovend zij het op een heel ander onderdeel. Het kogelstoten en het discuswerpen. 1965 bij de eerste poging, tweede poging ongeldig. Nu de derde. Een geldige, maar ongeldig. Gaat het al zien dat hij niet verder was en stapte uit de ring. Blijft dus 1965 voor de Bruin. En we de Stalhem. De Zweed. En ze hebben als beroep sport. Italiaan André is de sensatie van het kogelstoten. Met 21-26 en 20-97. Dit wordt zijn vijfde poging. Weer heel aardig, deze vijfde. Dat is geen scheerzeep. Hij is niet tevreden trouwens. Die weer. 20-92. Maar hij staat wel één in het klassement. De Amerikanen dreigen hier een pijnlijke nederlaag te gaan oplopen. Al die krachtnummers. En het lijkt me toch dat dat met bepaalde middelen te maken moet hebben. 2 meter 40, 7, 10 and a half, which is cleared, would constitute a new world record. Pauki, Duitse naam, Duitse familie ook, is naar Amerika gegaan en schijnt het zwaar te hebben. Nou, dan moet het maar eens gebeuren met hem. Hij lijkt nu al moe. 20 meter en 8, vijfde plaats staat hij. Veel steun van het publiek voor Augie Wolf. Even maar niet. In de herhaling. Naturel. Augie Wolf. Reglementair, maar niet ver. Geen 20 meter. Carter, denk ik, is de enige die André nog van de eerste plaats kan stoten. Maar we zijn straks ook toe aan de 5 kilometer, Ben. Ja, hij heeft nog wel even tijd. Wolf, 1974. Al draaiende. Blijft vijfde. Met 20 meter en 8 centimeter. Zo zie je dat zo'n De Bruin eigenlijk heel dicht bij die hele sterke jongens zit. Met zijn 1965. Wat moet hij daarna op toegeven in de Olympische wedstrijd? Ik vind het toch vrij memorabel wat hier gebeurt. Alhoewel er spannender atletieke onderdelen te bedenken zijn. En vooral interessanter. Het wordt er eens lekker schoongeveegd. Ik was even voorbarig, want u zag natuurlijk Stalhem stoten. En Lout komt nu. Steve Lout. 20 meter 12 heeft hij zich voorlopig mee moeten behelpen. Dit jaar eerder al 21-64, wat een verschil.
1,50 meter, dat is toch wat. Wat een terugval. Twintig metertjes. En nog wat, nou dat is alweer op. Er zit geen schot in bij de Amerikanen. Nog bij discus, nog bij speer, nog bij kogel. En hamerslingen hadden ze sowieso geen kans. Zij verliezen hier de vier werpnummers 20-31. Wel een verbetering. Daarmee schuift hij iets op naar de derde plaats. Ten koste van de Zwitser Günther. Derde plaats voor Dave Loud. Tweede plaats voor Carter, Amerikaan. Eerst nog steeds voor de Italiaan. De derde gouden medaille voor Italië kan gaan behalen. Deze ruige figuur is de Italiaan Montalatici. Marco. Die moet je ook niet in de steegje tegenkomen. 20 meter. 1998 was zijn beste resultaat. Hij krijgt de witte vlag. De Bruin staat nog steeds op 1965. Nog steeds op die achtste plaats in het algemeen klassement. En ik denk niet dat hij daar nog vanaf zal komen. 1985. Montalatici. Dan krijgen we Wolf en dan Carter. En vervolgens Günther. Dus drie jongens die hoog staan. Wolf niet zo erg, maar Carter staat tweede. Wolf staat vijfde. La barre est placée à 2,40 m. En rappelant que l'entournement de club est de 2,39 m. Talhem, de Zweed. Staat met 1981 foutief. Dat is makkelijk. Krijgen we Dave Loud. Hierna 20 meter 12 staat hij op de vierde plaats. De draaitechniek beheerst hij wel, maar hij gaat al uit de bak. Ook niks voor Loud. Het wordt de Italiaan. Die wint goud. André. Vijf kilometer. I'll be back.